Normaal gesproken debatteert SP-leider Emiel Roemer alleen in de Tweede Kamer in Den Haag. Maar vanavond heeft studentendebatvereniging Trivium hem hier in de Villa van Schaik uitgenodigd om eens door studenten stevig aan de tand te laten voelen. Meneer Roemer, vanavond debatteert u met Nijmegen studenten. Heel wat anders dan de Tweede Kamer. Heeft u nog nou wakker gelegen daarover? Nee, gelukkig niet meer. Nee, joh, dit is het leukste wat er is. Ja, waarom? Omdat je natuurlijk echt met mensen aan het debatteren bent over dingen die zij belangrijk vinden. En daarvoor zitten wij in Den Haag, niet wat ik zelf belangrijk vind. Een heet hangijzer bij studenten is natuurlijk het sociaal leenstelsel. Daarvoor hebben we al vaak op het Malieveld gestaan en andere protesten gehad. En nu zijn er weer plannen daarvoor door het tweede kabinet Rutte. En wij voelen ons eigenlijk niet geroepen en we vragen ons af, heeft het eigenlijk nog wel zin? Ja, het heeft wel degelijk zin, want het is er nog steeds niet door. En de vraag of het door de Eerste Kamer komt, die is heel erg groot. Dus laat vooral nog meer van je horen, zou ik zeggen. Het moet menselijk en sociaal. En er is maar één partij met zo'n duidelijk verhaal. We zijn bestuur van Trivium van dit jaar, dus de debatvereniging. En waarom is debatteren zo leuk? Nou ja, omdat best wel veel mensen vinden het best eng om te spreken. Maar het is helemaal niet eng en vooral met debatteren leer je heel erg je goed te verwoorden, dingen goed te onderbouwen. Hoe zijn jullie vanavond gekomen naar zo'n avond met Emiel Roemer? Ik was er. Ik ben zelf D66 stemmer. En ik denk dat je minstens evenveel leert van mensen waar je het niet mee eens bent, dan van mensen waar je het wel mee eens bent. Ik wil wel eens horen wat Emiel Roemer te vertellen had, naast alleen maar zijn leuke grappen die hij normaal op tv vertelt. In één woord eigenlijk gewoon, kun je hem als gezellig uitdrukken. Ik heb bij Emiel Roemer altijd het idee dat hij een beetje dichterbij is. Typische SP-strijdleus samen met de collega Van Dijk om dat sociaal leenstelsel er niet door te krijgen. Jongeren moet je een vak leren, niet in de schulden steken. Dus weg met het leenstelseltje.